Het grootste zonnedak van Nuenen is te zien bij Van Lieshout Interieur aan de Opwetterseweg in Nuenen. De zonnepanelen werden geplaatst door het Nuenense bedrijf Eigen Energienet. Hoe heb jij als eigenaar van Eigen Energienet hier Van Lieshout Interieur kunnen overtuigen om op grote schaal zonnepanelen te plaatsen? Nou, dat was niet zo heel moeilijk, want Hans die is op onze informatieavond geweest in de Vank afgelopen november. Ik heb hem meteen een ander uitgelegd en verteld. En daarna is zijn enthousiasme alleen maar toegenomen. Zodanig dat we hier uiteindelijk een installatie hebben neergelegd die volledig energie-neutraal is voor Lieshout Interieur. De zonnepanelen, wat voor energie levert die voor welke soort apparatuur hier in de zaak en het woonhuis? Nou, wat hier bij Hans ligt op het dak is meer dan 40.000 watt piek aan vermogen. Levert op jaarbasis ongeveer 35.000, 36.000 kilowatturen. En dat wordt verdeeld over twee panden. En dat gaat dan voornamelijk zitten in de verlichting. Op dit moment hoor je de airco zoomen, want het is nogal een warme dag vandaag. En het wassen, drogen, de huishoudelijke gebeurtenissen, al dat soort zaken. Alles draait op dit moment volledig op de zon bij Van Lieshout. Oké, dan gaan we eens kijken. Ja. Waarom is deze plaats uitermate geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen? Nou, ten eerste omdat die heel vrij ligt qua schaduwvorming. Hè. Bijna geen bomen rondom het dak. Dus de zon kan er eigenlijk de hele dag bij. De oriëntatie is heel mooi richting het zuiden. En er is volop ruimte. Wat is je ervaring met jouw bedrijf? Waar plaats jij zoal zonnepanelen? Nou, op dit moment is het voornamelijk een particuliere markt. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat de energiebelasting in Nederland in een aantal schalen gaat. Tot 10.000 kilowattuur betaal je meer dan van 10 tot 50.000 kilowattuur. En boven de 50.000 kilowattuur betaal je bijna geen energiebelasting meer. Dus grootverbruikers in Nederland die zijn goedkoper uit. Dus op dit moment zie je dat we voornamelijk bij particuliere woningen heel veel leggen. En bij bedrijven steeds meer. En met name de bedrijven die tot 50.000 kilowattuur verbruiken. Wat moet ik me nou voorstellen over de termijn dat deze enorme investering terugverdiend kan worden? Ja, als je een verbruik voor particulieren en kleine bedrijven tot 50.000 kilowattuur, die zitten met een investering rond de 8 jaar tot 10 jaar terugverdientijd. Particulieren vaak wat lager vanwege ook de subsidieregeling die er op dit moment nog is. Dus die gaan al gauw naar 6 jaar. Bedrijven die kunnen hun investering, mits ze winst maken, en dat is in deze tijd natuurlijk ook niet altijd gegarandeerd, kunnen ze hun investering aftrekken van de winst en hebben ze nog een paar fiscale voordelen waarmee bedrijven ook richting de 6 jaar terugverdientijd gaan. Welke ontwikkelingen zie je in de zonne-energie en wat is de toekomst van de zonne-energie in jouw oordeel? Nou, mensen vragen vaak van ik wacht nog even, want die zonnepanelen worden nog steeds efficiënter en beter en goedkoper. Nou, dat is eigenlijk niet waar. Hè? Ja, als je kijkt naar het prijsniveau, dan hebben we eigenlijk de onderkant wel bereikt. Je ziet ook dat op dit moment onder invloed van de mogelijke importheffingen de prijzen langzaam weer aan het stijgen zijn. Als je kijkt naar de opbrengst, elk jaar wordt zo'n paneel nog iets beter. Maar om daarvoor te wachten, je praat over minder dan 1% wat het elk jaar beter wordt. Dus eigenlijk zeg ik van je moet het nu doen, want het is nu rendabel. Het is nu op een mooi prijsniveau, een hele mooie opbrengst. En ik zou zeggen, als je dat nog niet helemaal gelooft, dan nodig ik je uit om naar Bloem en Tuin te komen. Dat is van 12 tot 21 juli hier in Nuenen op de Gulbergen. En daar staan wij met een hele grote stand. En dan wil ik nog wel eens een keer uit de doeken doen waarom ik vind dat je nu een aanschaf in zonnepanelen moet doen. Oh, wat is het een leven fijn. Als de zon schijnt. Als de zon schijnt. Als de zon schijnt.